Erwin van der Looijen, wat heb jij van tevoren tegen jouw ploeg gezegd, zodat ze zo fel uit de kleedkamer kwamen? Nou, we hebben er van de week al over gesproken natuurlijk, over de wedstrijd tegen VVV. We hadden wat goed te maken, dat beseften we allemaal. Vorige week zijn we heel goed weggekomen met 3-3. En hebben we het laten liggen op het gebied van agressie, duelkracht. Terwijl het eigenlijk iets is wat ik vind dat onze ploeg het hele seizoen best wel aardig voor elkaar heeft. Nou, daar hebben we het over gehad en dat hebben ze uitstekend laten zien vandaag. Heeft het ook nog iets met de tactiek te maken? Want ik had het idee dat jullie echt veel aanvallender speelden, ook qua opstelling. Nou, vind ik niet. Tuurlijk heeft er iets mee te maken dat je 4-4-2 speelt en dat de tegenstander zich aanpaste. Maar ik heb vandaag bijvoorbeeld backs gezien die ieder moment, iedere mogelijkheid die er was, die er overheen zijn geklapt. En dat deden we vorige week niet, terwijl die ruimte er vorige week ook lag. En toen hadden we zelfs nog 3 achterin, dus er waren nog veel meer kansen om dat te doen. Dus het lag zeker niet alleen daaraan. Maar ik moet zeggen dat Ismael het wel heel goed invulde vandaag, aanvallend. Het waren natuurlijk een aantal weken dat het in ieder geval qua uitslagen allemaal niet zo liep zoals je zou willen. Hoe fijn is het dan nu om na zo'n wedstrijd coach van Willem II te zijn? Nou, het is altijd fijn om coach van Willem II te zijn hoor. Je weet, en dat is nou eenmaal wel het nadeel van coach van Willem II, dat je niet alle wedstrijden gaat winnen. En dat je ook wel eens een keer een mindere wedstrijd zal hebben, maar dat heb je eigenlijk altijd. We hebben ons de laatste 2 wedstrijden vind ik iets tekort gedaan. Tegen Sparta vond ik dat we wel meer recht hadden op meer. Eigenlijk als de één ploeg die wedstrijd had moeten winnen, waren wij het. Nou, tegen VVV hadden we eigenlijk nergens recht op. En vandaag hadden we ook alleen, was er eigenlijk maar 1 ploeg die er recht op had. En dat hebben we gelukkig vandaag wel waargemaakt. Je hebt natuurlijk een fantastische spitsentandem nu voorin staan met Sol en Ogbetje. Hoe blij ben je dat dat nu begint te lopen? Ja, daar ben ik heel erg blij om natuurlijk. Zeker wat Ogbetje laat zien na zo'n lange tijd eruit. 6 goals in 3 wedstrijden. Zoveel energie stoppen in een wedstrijd. Dat is ongelooflijk knap. En je ziet zo langzamerhand ook dat de samenwerking beter gaat. Ze hebben 3 wedstrijden samengespeeld. We hebben in die 3 wedstrijden wel veel goals gemaakt. We hebben 8 goals gemaakt, dus dat is prima. Het was die 3 wedstrijden, dat zijn ook de eerste 3 wedstrijden die ze samen staan. Nou, dat lijkt mij, als ze allebei fit blijven, een no-brainer. Want ja, dat rendeert duidelijk. Ja, dat is ook zo. Dus kijk, je probeert je ploeg op te stellen waarmee je de meeste kans hebt om te winnen. En op dit moment is er geen enkele twijfel over Sol en over Ogbetje. Dat mag duidelijk zijn. En nu fijn Sinterklaas vieren? Nou, nee, geen Sinterklaas vieren. Gewoon rustig aan. Ik weet niet of hij langskomt. We gaan het wel zien. Vanavond kwam die toch als soort van langs. Nou, het was Heracles en ik denk dat we... Ja, misschien speelden zij niet hun beste wedstrijd, maar het waren ook geen cadeautjes. We hebben het zelf afgedwongen, denk ik, vanavond, hoe we op het veld stonden. Dus dat was prima. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren de komende dagen.